Stel, bij de podcast had ik het gevoel dat ik aanvankelijk sneller begon dan nu. Dat ik eigenlijk steeds trager, trager, trager ga spreken. Ja, ik ben steeds meer op mijn roodvader te lijken. Zeg Maarten, schiet het nu een beetje op met die promotie. Nou opa, ik ben, ik, ben, ik schiet lekker op. Ik zou je al lang ontslagen hebben. Het hem kunt u mij horen? En oh, hoop. Uh, yeah. Een paar afleveringen geleden zijn wij begonnen met uh, Uitvinders een podium geven in deze podcast. Uh, dat uh, valt zeer in de smaak: te zien aan uh, de reacties die we krijgen. Dus dankjewel allemaal daarvoor. Leuk om dat allemaal te lezen. We kunnen straks ook aan het einde van deze aflevering wat vragen behandelen. De um, IJzeren Eeuw hebben we al gedaan, de Gouden Eeuw hebben we al gedaan, Edison is bijvoorbeeld voorbijgekomen. Nou, enfin, als je terug wil luisteren, we hebben ze allemaal in de show notes uh, nog een keer gezet, die afleveringen. Dan kun je ze heel makkelijk terugluisteren. Maar vandaag uh, hebben wij uh, weer een heel nieuw onderwerp. We gaan ons vandaag bezighouden met wat voor ons velen de belangrijkste uitvinding is van de afgelopen honderd jaar. Ru Ietsje, ruim honderd jaar. Een uitvinding die, als die niet gedaan zou zijn, zou die waarschijnlijk de omvang van de huidige wereldbevolking niet mogelijk hebben gemaakt. Volgens sommige bronnen is, is zeg maar, zo'n 20% van de huidige wereldbevolking zou niet gevoed kunnen worden als deze uitvinding niet gedaan was. Dus nu word jij steeds nieuwsgierig en denken, zou dat in godsnaam kunnen zijn? Nou, niet te veel pen natuurlijk, zoveel is wel duidelijk. Dit is het zogenaamde Haber-Bosch-procedé. Eh, en dat hangt samen met het feit eh, dat wij, eh, wij mensen, levende wezens, die hebben eh, aminozuren nodig. Die aminozuren daar moeten we eh, eiwitten mee maken. Zonder die eiwitten, zonder, zonder die aminozuren geen eiwitten, zonder eiwitten geen levende wezens. Maar nu wil het geval, wij kunnen zelf geen aminozuren maken. Dus we moeten voedsel tot ons nemen waar, die, eh, waar aminozuren in zitten. En die aminozuren die, eh, bestaan, die bestaan gedeeltelijk, een deel daarvan bestaan eh, niet zonder eh, ammoniak, zonder stikstof. NH3 of, eh, of ammonium nitraat, maar in ieder geval stikstofverbindingen. En eh, planten kunnen ook zonder behoorlijke stikstof aanvoeren eh, niet groeien en die worden ook minder voedzaam. En al in de 19e eeuw zeiden de mensen eigenlijk: zitten we met een stikstoftekort? Want als de bevolking toeneemt en de landbouwareaal neemt toe en de intensiteit van die landbouw neemt ook toe, dan is eigenlijk de natuurlijke aanvoer van stikstof die is eigenlijk onvoldoende. Wat je ik zult je afvragen, hoe, hoe komen ze dan in de natuur aan stikstof? Dat zijn. Eh, eh, hoe heet het? Eh, weet je, die kleine beetje bacteriën die in staat zijn om stikstof uit de lucht te winnen. Want het merkwaardige geval wil. dat ongeveer 80%, geloof ik. een kleine 80% van de atmosfeer bestaat uit stikstof. Maar dat is N2 dat zijn twee aan elkaar gekoppelde atomen stikstof en die zijn min of meer onverbrekelijk met elkaar verbonden. Eh, die reageren niet, die reageren eigenlijk op nergens op. Vandaar dat het een wonder is dat die bacteriën in staat zijn om die binding tussen die twee atomen te verbreken en op die manier bijvoorbeeld ammonia te maken of ammoniumnitraat te maken. Eh. Nu is dat probleem van dat tekort van, dat, van die stikstof uh, en die stikstofverbindingen. dat is al in de 19e eeuw gesignaleerd. En toen hebben ze bedacht: we kunnen die stikstof die kunnen we winnen. door uh, vogelpoep uh, af te graven, zogenaamde guano. Want je had allerlei gebieden, in het bijzonder in Zuid-Amerika, en daar had je. Uh, ja, Allerlei eilandjes waar die vogels al honderden, zo niet duizenden jaren gepoept hadden. Dus daar had je dikke lagen van die vogelpoep. En die vogelpoep die stond voor overigens een betrekkelijk klein deel uit ammoniakverbindingen. Stikstofverbindingen. Dus dat werd uitgebreid geïmporteerd. Maar ook daar was wel, was natuurlijk wel duidelijk dat je die vogels die hebben een vrij beperkte poepcapaciteit natuurlijk. Dus normaal als je voor eeuwen poep hebt afgegraven, dan poepen ze niet zoveel dat, je, dat, je, dat het systeem draaiende kan blijven. Dus de grote vraag was, dus als wij eh, het landbouwareaal uitbreiden, als het aantal mensen ook uitbreidt wat daarvan leven moet, dan hebben we veel meer stikstof, stikstofverbindingen nodig. Maar niemand wist hoe je die twee stikstofatomen, hoe je die van elkaar af moest krijgen. Hoe moest dat... Dat is door alle mogelijke mensen is het geprobeerd om die stikstofatomen van elkaar af te krijgen. Zodat je bijvoorbeeld ammoniak kunt maken. Dat is NH3, hè? Dus een stikstofatoom. N3 waterstofatomen of ammoniumnitraat, dat is nog weer een iets ingewikkelder formule. Wat te doen? Hoe zou dat dan moeten? Dat is door Jan en alleman geprobeerd, maar die zijn niet geslaagd. En nu verschijnen er op het toneel. Twee Duitse chemici. En die ene heet Haber, Frits Haber, en die andere heet Karl Bosch. Maar eerst gaan we het hebben over Frits Haber. Frits Haber kwam uit een gegroet joods milieu. Zijn vader had een fabriek, had overigens altijd ruzie met zijn vader. Maar goed, hij besloot om chemicus te worden. En hij was een hele goede chemicus. Die ook meteen al nuttig en belangrijk onderzoek. Deed eh, aan de Universiteit van Karlsruhe. Ik moet erbij zeggen dat eigenlijk het Duitse academische onderwijs eh, in deze jaren, we hebben het dan over de late 19e eeuw, en het begin van de 20e eeuw, de absolute top van de wereld was. Als je kijkt naar, eh, naar, naar Nobelprijzen, ook Fritz Haber heeft tenslotte een Nobelprijs gewonnen, zullen we zien, dan zie je dat die vaak door Duitsers werd. gewonnen. De Duitse chemische industrie was, op, was de absolute wereldtop. Dat komt straks nog even terug in het verhaal. Dan mocht ik het vergeten, moet je me even herinneren dat er nog iets terug moet komen in feite. Um, dat, dat dit dus was, Frits Haber. En uiteindelijk is uh, de, gro de grootste chemische concern ter wereld was toen ook uh, de banische, a Badische analine en Sodafabriek, Basleffstad. En ik begreep dat basf nog steeds het grootste chemische concern ter wereld is. Uh, Kortom, Frits Haber besluit om dat probleem op te lossen. Hoe kraken we niet waar dat N2, die twee aan elkaar verbonden eh, stikstofatomen, hoe gaan we dat doen? En daar is hij tenslotte in geslaagd. Hij heeft tenslotte een proefopstelling gemaakt, een laboratoriumproefopstelling, waarin hij erin slaagt om in feite die twee eh, atomen uit elkaar te knallen. En dus ammoniak te maken, NH3 of een andere andere stikstofverbinding. Daarbij overschroepen door dus zijn laborant die de, die de installatie had gebouwd. Dat was natuurlijk wel een betrekkelijk klein een laboratoriuminstallatie. En wat, hoe, kon je, hoe is hij geslaagd door, zowel bij hoge temperatuur... en hele hoge druk, en met een katalysator. Dus een bepaalde stof die je toe moet voegen om het chemische proces op de juiste wijze te laten verlopen. Uh, dat bleek ook nog een enorm. Ingewikkeld probleem om de juiste katalysator te vinden. Ze hebben van alles en nog wat geprobeerd. En dat werkte niet. En tenslotte hebben ze een soort combinatie van ijzeratomen en nog wat gevonden. En daarmee bleek het proces wel te werken. En zodoende heeft Fritz Haber in 1909 uitgevonden hoe je stikstofverbindingen zou kunnen maken. En dat is niet waar, omdat het. Als je er even over nadenkt, wat ga je doen met die stikstofverbindingen, die kun je handig verwerken. Kunstmest! Want dat is de oplossing van het probleem. Die vogelpoep werd gebruikt als kunstmest. En natuurlijk als je eenmaal die ammoniakverbinding hebt, dan heb je kunstmest. Tegenwoordig heb ik begrepen, wordt per jaar 100 miljoen ton kunstmest gemaakt. Nog steeds via het Haber-Bosch-proces. Wat overigens in allerlei opzichten ook, ook allerlei neveneffecten heeft die misschien wat minder aangenaam zijn. Wat ontzettend veel energie kost, denk aan die druk en die, die temperatuur. Maar denk aan het feit dat, ik meen mij te herinneren, dat de Chinezen in de late jaren zeventig niet waar, als Mao dan opgekrast is en zo, en als er honger wordt geleden, dat ze dertien gigantische stikstoffabrieken aanschaffen. En nog steeds wordt er op grote schaal, dus vandaar mijn geheimzinnige verklaring. Zo'n 20% van de wereldbevolking zou verhongeren. als Haber, Frits Haber, niet had uitgevonden hoe je dit probleem oplost. Maar er was natuurlijk nu sprake van een proefopstelling in een laboratorium. Wilde je op grote schaal kunstmest gaan maken. niet Wilde je op grote schaal ammonium- of, of stikstofverbindingen gaan maken. Dan had je een industrieel proces nodig. En nu komt de tweede figuur. Komt op te proppen. Overigens was het uh, Fries Haber in 1909 gelukt om dit te doen. En dan komt Carl Bosch. Komt op te proppen. Dat is niet de Robert Bosch van de bekende Bosch Electronica-concern. onder andere. Dit toch? is een neef van hem. Maar je ziet het een vrij. Uh, Carl Bosch was tenslotte de oprichter van IG Farben. Een andere. Belangrijke chemische eh, fabriek in, in Duitsland en nog steeds bij mijn weten ook in, eh, in de wereld. En aan Carl Bosch hebben we te danken dat van, dat, van die laboratoriumopstelling. dat daar een industrieel productieproces van gemaakt is. Waar hij overigens nog ruim vier jaar over gedaan heeft. Pas in, twee, in sorry, 2000. In 1913 pas draait er een industrieel proces. ...wat inderdaad eh, ammoniaverbindingen en stikstofverbindingen produceerde. Eh, als je nou even over nadenkt, dan moet je er ook nog bij weten... ...dat je ook via dit proces en via die verbindingen... ...kun je ook salpeterzuur maken. En salpeterzuur, wat kun je daar weer van maken? Explosieven. Dus de tragiek eigenlijk van dit... ten tenslotte is het een industrieel proces geworden... Onder hoge druk en onder hoge temperatuur en met de katalysator. Nogmaals, het heeft vier jaar geduurd voordat ze dat onder de knie hadden hoe je dat zou kunnen doen. Maar toen was het dan nog klaar. Dat is 1913 en in 1914 begint de Eerste Wereldoorlog. Waarbij Duitsland al heel snel gebrek kreeg aan, aan stikstofverbindingen. En nu hadden uh, Haber en Bosch hadden samen uitgevonden hoe je die op enorme schaal kon maken. Vandaar dat ook wel gezegd is, ja. door het Haber-Bosch-proces. heeft de Eerste Wereldoorlog langer geduurd. dan nodig was geweest. Want als ze dat niet ontdekt zouden hebben. dan zou Duitsland al heel snel. met een gebrek aan grondstoffen. voor de vervaardiging van explosieven. hebben gezeten. Daar komt hier nog een, een tweede tragische factor daarbij dat Fritz Haber. Misschien wel een van de meest briljante chemici waar Duitsland over beschikte. in de Eerste Wereldoorlog. uitgebreid gewerkt heeft aan. en heeft bijgedragen aan de productie van gifgassen. van strijdgassen voor het front. En dat leidt weer tot een heel tragische ontwikkeling. En Frits Haber was met een jeugdvriendin getrouwd. Ik moet er nog bij zeggen, hij zei dat hij uit een goed joods milieu kwam. Op zijn 25e is hij bekeerd tot het protestantisme. Want anders kon je een carrière maken in de wetenschappen. Wat, wat een toestand ook. Maar goed, dus hij was bekeerd. Hij was getrouwd met zijn jeugdvriendin. Die de merkwaardige achternaam had: Imermaar. Imerwaar. Ja, hele leuke naam natuurlijk. Heet je Imerwaar? Maar goed, ze had zeer ernstige geestelijke bezwaren tegen de bijdrage die eh, Haber leverde aan die strijdgasproductie. En heeft ze tenslotte in. 1915 van het leven beroofd. Dat was de tragische zaak. Haber krijgt eh, ook, ook veel van zijn chemie. Eh, hoe moet je dat zeggen? collega's vonden het ook bezwaarlijk dat hij dat gedaan had. Haber zelf zei natuurlijk. wat, ja, wat op zichzelf nogal vrij voor de hand liggend is. dood is dood. Of je nou Florida wordt geschoten met een mitrailleur. of dat je om het leven komt door het inhalen van, van, van mosterdgas. onder andere. Ja, meerdere. Gassen hadden ze ontwikkeld die dodelijk waren. Uh, ja, dat maakt niet zo verschrikkelijk veel uit. Waarbij ik geneigd ben om, dat, om, om hem daar wel gelijk in te geven. Al vinden we toch. Uh, doodgeschoten worden met metrieur vinden we toch minder erg eigenlijk dan dat je doodgaat door het inademen van mosterdgas. Terwijl, ja, nogmaals, dood is dood. Maar ja, zijn eigen vrouw was ook niet overtuigd, vond het schandelijk en heeft zich met zijn dienstpistool van het leven beroofd. Overigens, eh, Haber die is nog bang dat hij vervolgd zal worden als oorlogsmisdadiger. vanwege die gifgasproductie. Hij is nog tijdelijk naar Zwitserland gevlucht. maar tenslotte is er helemaal geen vervolging ingesteld. omdat ze ook de keizer niet konden vervolgen, hebben ze het maar laten zitten. En, en Haber krijgt de Nobelprijs in 1918. Ook Karl Bosch krijgt tenslotte de Nobelprijs. maar pas in 1918. ...31 als ik het wel heb. En dat komt omdat hij ondertussen nog weer een aantal andere chemische productieprocessen... ...had ontworpen die weer ook met hoge druk en, en eh, hoge temperaturen werkte daar. Voor die, voor die onderneming heeft hij ook zelf weer de Nobelprijs gekregen. Uh, Frits Haber is tenslotte nog directeur geworden van het meest prestigieuze... Uh, uh, hoe heet het? onderzoeksinstelling uh, in Berlijn. Maar ja, je begrijpt, op, in 1933 wordt hij er meteen uitgegooid, want weliswaar is hij bekeerd, maar ja, het was een jood dus. Ja, maar... hij moest, de, moesten, de nazis moesten er niets van hebben. Nu komt wat ik ga vertel. vertel. ik wist dat helemaal niet en het is een hoogst opmerkelijke zaak in allerlei opzichten, namelijk die Karl uh, die Bosch. Die ook een, een geweldige autoriteit was in de Duitse wetenschappelijke wereld, die spreekt op een goed moment Adolf Hitler. Die, daar heeft hij een gesprek mee. En dan zegt hij: Van ja, het is allemaal leuk wat jullie aan het doen zijn, maar besef je wel dat je de Duitse wetenschap echt zeer ernstig beschadigt. doordat je al die Joodse wetenschappers eh, ontslaat, wegstuurt, laat emigreren enzovoort. Als je zo doorgaat, dan zet je de Duitse wetenschap 100 jaar terug. Dan was dat wel heel somber. Maar het is natuurlijk een feit dat Duitsland, wat qua natuurkunde, qua scheikunde, wat qua moderne wetenschap aan de absolute wereldtop stond, beter was dan de Verenigde Staten toen waren. Dat is ondertussen natuurlijk totaal veranderd. Dat daaraan wel degelijk, naar mijn idee, ook structurele en blijvende schade is gedaan door dat krankzinnige regime van die nazi's. En nou ja, je ziet dus ook aan, aan hoe heet het, uh, aan Frits Haber, die, die gaat dan werkt die nog een paar maal in Engeland gewerkt, en tenslotte zou die geloof ik een baan in Palestina krijgen, maar hij sterft dan aan een hartgebrek, een uh, ik geloof een 34 of zoiets dergelijks. Maar het is toch die Carl Bosch, uh, dat is toch wel een zeer opmerkelijke figuur. Je spreekt dus Adolf Hitler. En je begint over dit probleem. Hij had ze al heel nuttig gemaakt door Joodse collega's te helpen. En dan zegt hij tegen die stomme Hitler. Ook weer zo'n halve rare, van wat een last we daarvan hebben gehad. Zegt God alle wacht nog aan toe. Verdient ook niet die twee dikke delen van Cursion en mij niet eenmaal goed. Hij zegt tegen Hitler, hij heeft de moed om tegen Hitler te zeggen. Weet je wel wat jullie doen? Jullie, jullie, jullie vernietigen in feite de Duitse wetenschapsbeoefeningen. En had hij natuurlijk groot gelijk in. Het, ook met Bosch is het eigenlijk vrij treurig afgelopen. Hij raakt in depressie, hij mag niks van die nazi's hebben. Hij heeft een zelfmoordpoging gedaan, maar hij sterft dan in 1940. Ook hij, had ik verteld, hij heeft ook de Nobelprijs gewonnen. Dat is het Haber-Bosch-proces. Eigenlijk twee Nobelprijswinnaars van Duitse huizen, twee. Briljante Duitse chemici. En kijk eens wat ze overkomen is in dat godvergeten naziregime. Dat is toch diep, diep treurig eigenlijk. Maar zonder het Haber-Bosch-proces zou een aanzienlijk deel van de wereld dus niets te eten hebben. Toch een vraag binnengekomen hoe intelligent de nazi's eigenlijk waren. Nou zeker Goebbels, die was wel was vrij intelligent. En, en feit is dat Hitler natuurlijk altijd door zijn tegenstanders onderschat werd. Je hoeft nou maar naar zo'n filmpje te kijken. En dan zeg je, jij is zo gek in hun deur. Maar hij viel er al mee, hij kon prima onderhandelen. Uh, was Hitler stom? Nee, ik denk het niet. Was Hitler stom? Ja, ik denk het wel. In sommige opzichten ontzettend stom. Is Poetin intelligent? Ja, tot op zekere hoogte is Poetin een intelligente man. Is hij ongelooflijk stom? Ja, tot in, in allerlei opzichten is hij ongelooflijk stom. Ja, dat is zeker waar. En dat heb je natuurlijk, dat heb je overal. Je hebt wetenschappers die briljant zijn en die, die nog geen stroef kunnen indraaien, bij wijze van spreken. Of die de hele dag ruzie met hun vrouw maken, weet ik veel. Ja. Dus het, 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 intelligentie is een complexe zaak. Er zijn ook wel stukken over geschreven, toch? Over hoe intelligente naties nou precies waren. Nou ja, de naties, dat, dat, dat slaat sowieso nergens op. Net zo goed als je niet kunt zeggen. Ik denk dat ook onder de nazi's de intelligentieverdeling de bekende gauwskrommen is. En namelijk dat er hele stomme nazi's waren en dat de meeste nazi's gemiddeld waren. En dat je ook wel een paar hele intelligente nazi's had. Dat denk ik eerlijk gezegd. Ik luister met veel plezier naar de podcast. Maar laat Maarten in godsnaam eerst eens iets fatsoenlijks lezen voor hij zich verder uitspreekt over de Nederlandse en Europese defensie. Het nut van tanks in de huidige NAVO filosofie en vooral de F-35. Maarten heeft echt geen clue waar hij in deze gevallen over spreekt. En, ja, Dat uh, zou wel zo'n fijne verdediger van de F35 zijn. Dat kan ik als oud projectleider van vanging F16 met enige autoriteit zeggen. Ja, dat begrijp ik. <laughs> dat hij er anders over denkt dan ik. Ja. Zou het ook niet mogelijk zijn, beste meneer, dat hier verschillende meningen mogelijk zijn? Verschillende analyses mogelijk is? Uh, uh, 100 F35, gelukkig is ons dat noodland bespaard gebleven. Maar. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat ook, ook door uw commissie, of wat was het ook weer? Een uh, projectgroep, geloof ik. Uh, Projectleidervervanging F16, ja. Robert Geerdes is het. Aha, ja. Ik begrijp heel goed dat hij er anders over denkt dan ik en waarom dat het het geval is. Maar dat wil niet zeggen dat hij per se ook voor de middellange termijn gelijk heeft. Maarten, ik heb je wel eens gehoord over Nederland die zich zou aansluiten bij Duitsland. Hoe zie je dit voor je? Vraagt... Ja, dat, leek, dat was voor de Rijn. Dat leek me zo'n leuk idee. Kijk, wij zijn ongeveer even groot als, als Rijnland-Westfalen. Eén van de, van de landen van de, van de Bondsrepubliek. We hebben ook ongeveer evenveel inwoners als Rijnland-Westfalen. Wij zijn wel iets welvarender dan Rijnland-Westfalen. Want dat zit natuurlijk met, dat, met die klont van dat oude Hoergebied en allerlei opzichten. Dus ik, ik en iemand, wie was dat toch ook alweer, Een bekende P van de Haag, die ook weer zo'n lolletje houdt, die zei ook van, van, ja, we kunnen ons toch veel beter nog tot, tot een van de lenden van Duitsland maken. Want dan zit je bij een heleboel overheidkosten bij je kwijt natuurlijk. Hè? Leger, eh, buitenlandse dienst en, en dat niet alleen, hè, want dat ik gauw vergeten wordt, dat we dan nog wel eens een keer wereldkampioen voetbal zouden kunnen worden. Dus ja, maak Nederland een van de lenden. Nederland lijkt in allerlei opzichten op Duits. Het wonderlijke is dat we zo weinig met Duitsland hebben. Cultureel kijken wij natuurlijk altijd naar Engeland en, en met name de Verenigde Staten. Maar hebben we weinig oog voor de Duitsers eigenlijk? Zou je daar ook een bewustwordingscampagne voor willen? Nou, dat zou ik wel een leuk idee vinden, ja. Hoi Maarten, is die Nikola, Nikola Tesla nou een genie of toch niet? Vanmiddag ging het op de Duitse radio op de WDR daarover. Ik ben benieuwd, zegt Dick ja daar ook geldt ook voor hij is beide hij is een gek en een genie en dat, dat kan het is een beetje een beetje was wel een interessant boek over dit soort van, van vraagstukken King Bezel Red or Fink maybe he's a red fink ja mensen zijn vaak een heleboel dingen tegelijkertijd het is niet in allerlei of of constructies kun je veel beter aan en en denken het is niet of-of. Je bent niet alleen maar dit of dat. Hè? Je bent niet alleen maar Ajax-fan. Wat, wat maakt hem een gekkie dan? Nou, oh, daar zullen we het nou over hebben. Wat Tesla moet nog aan de beurt oh, komen. Oh, dat moeten we nog doen, oké. Okay. Dat hij de meest waanzinnige plannen heeft gemaakt, die eigenlijk nergens op sloegen. Maarten, bedankt voor je podcast. Uh, je hebt je al een paar keer afgevraagd waarom de auto-industrie zoveel later dan Tesla is begonnen met het ja, produceren. Die vraag heb ik gelezen, inderdaad, die had je mij toegestuurd. En ik vond dat op zichzelf wel een interessant antwoord. Want de betrokkenen zeggen, nou ja, die Duitsers die zijn heel verstandig, die hebben gewoon even de kat uit de boom gekeken. En toen ze zo'n beetje zagen waar de technische problemen zaten, toen zijn zij pas aan elektrische auto's begonnen. Dan ben ik toch geneigd om te zeggen, dat vind ik dan wel rijkelijk laat. Als je denkt aan de gigantische research- en ontwerpafdelingen die die drie grote Duitse merken er natuurlijk op nahouden, waar ze altijd over beginnen, voorsprong door techniek, we zitten ook in zo'n oudietje, ook voorsprong door techniek, dan waren ze er wel verdomd laat bij. En, en ook aanvankelijk bepaald niet op een indrukwekkende manier. Het begint nu langzamerhand, is er een kentering gaande. Maar zelfs de Koreanen waren een stuk sneller. En die, en die hebben toch een hele reeks van elektrische auto's, die in sommige opzichten vernieuwender zijn dan Duitse elektrische auto's. Dus ja, ik, ik, ik vond het een leuk, argument, een leuk argumentatie, maar ik was er niet 100% door overtuigd. Martin, ik... Het is wel waar dat Mercedes' ik geloof op een cruciaal moment 50 miljoen, in Tesla heeft gestopt, maar goed, daar zijn ze rijkelijk voor gecompenseerd door die achterlijke koers die dat aandeel zo lang gehad heeft. Frieso van Wieringen, die heeft je verhaal over de telefooncentrale gehoord, en hij zegt: in het OIVO Techniek techniekmuseum in Hengelo is nog een werkend exemplaar te bewonderen en ook zelf te bedienen. En ook zijn er nog enkele oude stoommachines en elektromotoren te bewonderen. Aha. Het museum is gevestigd in het voormalige fabriekspand van Hazemeyer, zegt hij. In Hengelo. Ja, dan stuurt hij dit mee. Oh ja, ik zie het. Oh, dat is een mechanische telefooncentrale, ja, als ik het goed zie. Even kijken, dan hebben we hier. Er zijn uh, allerlei musea, want we moeten dus naar Medemblik voor die, voor die ja-machines. Je en kunt een dan, hele tour doen. En uh, Hengelo. Uh, Even kijken, uh, meneer Van Rossum. Uh, was het metaal wat Edison uh, bruikbaar achtte. voor de gloeidraad geen wolfraam? Is nee, er... dat was het niet. Wolfraam is pas. op zichzelf is het een, 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 een juiste vraag. Uh, alleen uh, klopt uh, de geschiedenis niet. Uh, bij, bij Edison was het dus een, een gecarboniseerd uh, uh, hoe heet het, uh, bamboevezel, als ik het wel heb. Dat had toch wel een brandduur van duizend uur of zo, hebben, kan ik me herinneren. Dat is toch relatief lang. Maar pas, uh, de, en dat speelde dus allemaal in de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Ik wolf later alle, alle latere gloeilampen, maar dat is volgens mij zo vanaf 1910. Dan is het Wolfram. Maar dat is dus een veel latere ontwikkeling. Dat is zeg maar 30 jaar later of zo. De vraag is van Klaas Schepers En die vraagt ook: was de electrocutie van die olifant ook geen onderdeel van de Current Wars? Dat deze gelijkstroomactie ook niet een demonstratie was voor gebruik bij de elektrische stoel, vraagt hij nog. Nou ja, die elektrische stoel, Edison, die eerste elektrische stoel, die, ging, die werkte met wisselstroom. En dat gaf Edison en zijn adepten weer de neiging om te zeggen: zie je wel, levensgevaarlijk die, die, die wisselstroom. Want ze gebruiken het ook bij de elektrische stoel. Maar je het is gewoon een kwestie van stroomsterkte natuurlijk. Dan hebben het gehad over verstand kiezen, Maar je moet zeg, schijnbaar zeggen: verstand kiezen. Omdat ze ver staan, ver weg staan in het gebied. Oh, ver stand te kiezen. Ja, en uh, die mogen ook niet per vier worden verwijderd. om uh, aangezichtsverlamming en of inslikken van de tong te voorkomen. Jakkers, wat een afschuwelijke scenario. <laughs> ja. Dat ik het overleefd heb, is een wonder dus, begrijp ik. Even kijken, dan hebben we nog iemand die heeft een hele blog geschreven. En die heeft allemaal, ja, die heeft een soort van tool ontwikkeld. We kunnen misschien wel eventjes luisteren, dit is een, een verhaaltje. Hè? Hoi, en Tom, Ik luister al lange tijd met veel plezier naar jullie podcast. Als hobbyprojectje heb ik de afgelopen weken een uitgebreide analyse gemaakt van alle afleveringen uit jullie podcast. Om dit te doen heb ik een deep learning model gebruikt die alle afleveringen laten uitschrijven naar teksten. En die tekst die gebruik ik vervolgens om te analyseren waar jullie het over hebben in de podcast, hoe snel jullie praten en wat de belangrijkste onderwerpen zijn in de podcast. Hier heb ik een uitgebreide blogpost van gemaakt en ik zou het erg leuk vinden dat jullie een kijkje willen nemen. Mochten jullie op basis hiervan ook verzoekjes hebben voor een vervolganalyse... of misschien een vervolgproject op basis van die teksten... laat het dan vooral weten, want als ik het kan uitvoeren... vind ik het ook erg leuk om te doen. Dankjewel voor alle leuke afleveringen en veel succes met de volgende. Nou, dat wil ik wel zien, ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat er dan uitziet. Vooral of ik, of ik sneller of steeds langzamer ben gaan praten. Wat me vaak opvalt als ik mezelf hoor van, zeg, 20 jaar geleden... Dat ik sneller spreek dan ik dat nu doe. Is dat zo? Ja, stel bij de podcast had ik het gevoel dat ik aanvankelijk sneller begon dan nu. Dat ik eigenlijk steeds trager, trager, trager ga spreken. Ja, ik ben steeds meer op mijn roodvader te lijken. Zeg Maarten, schiet het nu een beetje op met die promotie nou opa, ik ben, ik ben, ik schiet plekken op, ik zou jou al lang ontslagen hebben. <laughs> zo sprak mijn opa. Ja. Die al gepromoveerd was op zijn 28e of zo. Het voordeel is wel dat je de poltergeel sneller kunt afspelen. Hè? Dus, uh, ook al... Ja, ik schijnt, dat zie ik nog wel eens, dat je dat je, je kunt, dat, je dat gesproken wordt enorm versnellen, ja. maar daar word je wel zenuwachtig van ja. als je daarnaar luistert. Ja. Wat een afschuwelijke ja. Kijk, de Volkskrant is een kutkrant. Er staat een nieuw luisterboek voor je klaar: Amerika na de Koude Oorlog. En net is Margaret Thatcher bij, bij Bush op bezoek en kennelijk hebben ze het erover gehad. En dan zegt Margaret Thatcher in het openbaar: Don't go wobbly on me, George. De live podcast luister je nu terug als luisterboek via het linkje in de beschrijving. Ik ben nu 79. Denkt u dat ik, dat ik het vertrek van Rutte nog ga meemaken? De techbeurs CES in de Verenigde Staten, die is voorbij. Hoe blikken Nederlandse ondernemers nou terug op die veelbelovende techbeurs die ervoor zorgt dat de wereld aan hun voeten ligt? En hoe kijkt de Nederlandse overheid terug op die beurs? Want zij hebben er ook aan meegedaan. Dat en meer hoor je nu in de podcast C-Level. De link staat in de show notes.